U luistert nog steeds naar een uitzending van Damsko Somitang. Mensen die luisteren via www.radiotamara.won, die luisteren naar Radio Tamara. We gaan nu naar Nijmegen overschakelen, naar Ludwig van Mulier. Ludwig, goedenacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit het warme Nijmegen. De warmte is op zijn hoogste in Nederland. We gaan weer een hele warme nieuwe week tegemoet in de Nederlandse zomer. En het is vandaag de overgang van 7 juli naar zaterdag 8 juli in het jaar 2023. En het is Frukumanting, dus de Surinamers zeggen Moesdee, van zaterdag 8 juli. Het is nog steeds week 27 en deze week 27 is begonnen op maandag 3 juli en eindigt overmorgen, dus morgen exact bekeken, zondag 9 juli eindigt week 27. Er is heel wat te melden, zowel internationaal wat Nederland betreft. En in Suriname wordt het steeds gekker. Ik moet u zeggen, ik durf het woord politiek niet in de mond te nemen. Want Surinamers maken het woord politiek te schande in de wereld. Dus je gaat bijna denken dat politiek een vulgaire wetenschap is. Als je de Surinaamse maatstaven hanteert. Ik vind het heel jammer dit te moeten constateren, maar we beleven op dit moment in Suriname de consequenties van de ongelijke ontwikkeling van het volk van Suriname. Er zijn te grote verschillen onder de burgers in kennis, beschaving, nationaal besef, noem maar op, noem alle indelingen die je kan maken voor menselijk gedrag. Het is een grote diversiteit in Suriname. Want men praat alleen maar over Bromtjidjari, maar in feite kan men liever praten over de onderlinge verschillen. Namelijk, er is geen touw aan vast te knopen. Ja, ook al kijk je het groepsgewijs, het is een cacofonie, zegt men, van verschillen. Iedereen kletst maar een eind in de ruimte en het lijkt alsof er een soort normeloosheid aan het ontstaan is in het land. Er zijn geen normen meer. Want als iedereen toelating krijgt tot het bepalen van de inhoud van een norm, ja, dan is het einde zoek. Dus men kijkt in Suriname niet naar de kwaliteit van de mens. Met welke mens hebben we te doen? Dat is het primaire, het eerste wat je in alle beschaafde landen doet. En dat is jouw maatstaf voor menselijkheid, voor het gedogen van het gedrag van de ander, dat je de lat hoog legt, ja, en probeert zo aangenaam mogelijk voor elkaar te zijn, zoveel mogelijk kennis te verzamelen en zo eerlijk mogelijk met kennis en wetenschap om te gaan. Dat is de basis van eerlijk met elkaar omgaan. En dat is in Suriname allemaal zoek. En ik ga geen schuldigen aanwijzen, want op het moment dat je een beetje concreet wilt zijn en naam en toenaam noemt, dan gaat men je in Suriname van alles en nog wat beschuldigen en kan dat gevaarlijk aflopen. Dus ik hou me veilig op afstand en ik maak een algemene constatering. En trouwens, die constatering is ook gemaakt door de Verenigde Naties over de landen van Zuid-Amerika in het algemeen. Dus ik ben niet bezig specifiek als Surinamer te ontleden. Ik geef een algemeen kenmerk aan, waardoor u beter kunt begrijpen wat u nou ziet en hoort, wat er in Suriname allemaal aan de orde is. Als ik u zeg dat telkens wanneer ik dit programma maak, moet ik een selectie maken uit wat ik allemaal zie, wat ik allemaal hoor, wat allemaal onder die bevolking leeft, zet ik op een rijtje en probeer ik die relevante
onderwerpen voor u op een rijtje te zetten. En dan moet ik u zeggen, dat is geen sinecure. En een sinecure betekent dat het heel veel voeten in de aarde heeft om met zo'n soort selectie bezig te zijn. Het is moeilijk. En ik moet u zeggen, laat me direct om de tijd niet te laten voortschrijden zonder dat ik iets behandeld heb, ga ik snel even door het internationale gedeelte. En laten we beginnen bij Nederland. Ik heb iets leuks te melden, want ik pas ervoor op om in dit programma alleen maar bezig te zijn met de Surinaamse politiek. En met name omdat ik wat ik zo net zei, dat men in Suriname al het negatieve wat de mens kan bedenken ziet voorbij komen in de politiek. Dus daarom zeg ik, het heeft ook zin om positieve ontwikkelingen die zich voortdoen, dwars tegen die draad in van andere gebeurtenissen die het zonlicht niet kunnen verdragen in Suriname en onder de Surinamers in Nederland hoor, moet ik u zeggen, want dit programma is daarop gericht. En ik vind het altijd leuk om dan toch tussen de negatieve berichtgeving de positieve isotopen, moet je bijna zeggen, op te vissen. En dat ben direct van start gaan. Ik ben bijzonder trots. En ik laat het in dit programma ook weten, omdat ik dit programma op persoonlijke titel maak. En ik eigenlijk Surinamers een riem onder het hart wil steken. Of hoe zeg je, het hart onder de riem wil steken. En om een beetje een positieve kijk op ons eigen leven te hebben. En dan maak ik met trots bekend dat ik ben afgelopen donderdag is het jaar, dus voor het gisteren 6 juli ben ik te gast geweest in Amsterdam bij een theaterstuk waarin mijn het was een première waarin mijn dochter een rol speelt of meerdere rollen. En dat stuk heet Wildfire. Ik maak een beetje reclame ervoor, omdat dit programma toch gaat om de lokale Amsterdammers ook. Dat ik wist niet dat Amsterdam zo cultuurrijk was. Ik was uitgenodigd voor de première van het theaterstuk, een spectaculair theaterstuk, Wildfire, van het toneelgezelschap Orkater. Ja, in samenwerking met Amsterdamse Bostheater. En ik moet u zeggen, ik heb genoten en ik wil u dat ook mededelen, omdat het een actueel thema is, dat een mega groot theaterstuk in open lucht is opgevoerd door Nederlandse autochtone spelers en een groot deel allochtonen, en waaronder Surinaamse toptheater artiesten. En de ondertitel van Wildfire is Welkom in de Wildernis. En de opvoering vond plaats dus in het openluchttheater in het Amsterdamse bos. Dus dat is een stukje bos, een heel mooi groot bos tussen Amsterdam en Amstelveen. Ja, en het is een muzikaal en visueel spektakel geworden. Dat is dus Wildfire. Dat is de titel van het theaterstuk. Het is geïnspireerd op een ironisch prentenboek van Maurice Spendax. Ja, en wat ik nog te zeggen heb erover is dat de titel van dat boek natuurlijk, van Maurice Spendax, is Where the Wild Things Are. En u kunt het opzoeken op het internet, bij Bos Theater, onder de naam dus Bos Theater, met theater met TH.nl.
En dan hoef ik niet te veel te vertellen nu, niet te veel te verklappen. Maar ik moet u zeggen, ik was trots op de prestaties van Surinaamse allochtonen en gewoon autochtone Nederlanders op het hoogste niveau. Het is werkelijk een spektakel geworden. Ik ben zeer blij. Allerlei moderne toepassingen binnen het toptheater in Nederland. Orkater is een van de toptheatergezelschappen in Nederland. En op internationaal niveau. En ik moet u zeggen, die Surinaamse artiesten heb ik met trots gevolgd. En ze waren zo goed dat eigenlijk ja, het feit dat de mensen een Surinaamse achtergrond hebben of een allochtone achtergrond, doet niet ter zake. Je ziet dat wanneer je op een kwalitatief hoog niveau presteert, de onderlinge verschillen tussen mensen wegvallen. Maar dan gaat het om kwaliteit. En dat heb ik kunnen zien op zowel het gebied van muzikale prestaties, want alle muziek is zelf gecomponeerd. De mensen hebben die muziek zelf gemaakt. Iedereen liep zowat met een muziekinstrument tijdens het stuk. Sommige mensen bespeelden meerdere instrumenten. Maar allemaal in een supermodern jasje gegoten. Nogmaals mijn complimenten voor Wildfire. Er heeft al een positieve recensie gestaan in het NRC Handelsblad. Maar u kunt de Nederlandse nationale pers ook erop naslaan. Wildfire in het Amsterdamse bos is met een succesvolle start begonnen. De première was super deluxe. Ik ga over naar ander nieuws. Ik dacht, laat mij dit positief nieuws. Niet alleen omdat mijn dochter daarin speelt. Mijn dochter is een professionele actrice die ik een paar keer al in het programma heb besproken. Maar het kan niet dat ze onbesproken blijft omdat ze mijn dochter is. Ik heb geen valse schaamte. En ik ben super trots dit aan u te kunnen mededelen. Dan heb ik over Nederland nog te melden dat die dag, dat is die dag voor donderdag, ja, dus woensdag, ja, was er een storm in Nederland. Nou, ik moet u zeggen, u hebt de beelden misschien al gezien. Er zijn bomen losgerukt en op huizen gevallen. Er is één dode te betreuren geweest in Haarlem, dacht ik. Is een vrouw om het leven gekomen dat ze in haar auto zat en een boom op die auto viel. Maar waren windkracht 8 was gemeten. Maar kortom, er was code rood afgegeven door het KNMI en de Nederlandse verkeerspolitie. Die waarschuwde mensen om niet zomaar de straat op te gaan. Ik moet u zeggen, die storm heeft vriend en vijand verrast. Er zijn dus heel veel discussies ook ontbrand in Nederland over de weersvoorspellingen. Als dit soort dingen niet van tevoren beter kunnen worden aangegeven. Maar de meteorologen die hebben voortreffelijk goed uitgelegd dat dit soort plotseling verschijnende stormen, zoals Poli heet die storm, ja, dat je dat bijna niet van tevoren kan weten. Je kan wel ongeveer aangeven dat er dingen te gebeuren staan in het weer, maar precies op de seconde een storm te voorspellen en hoe zwaar die gaat uitpakken, is, laat me die uitdrukking weer gebruiken, is geen sinecure. Is niet zonder moeite, niet zonder kennis en dat je inspant. Waarom heb ik het nieuws van die storm, moest ik ook even aangeven, want behalve het nieuws dat ik hier breng in dit programma, zijn er ook dingen die in het programma worden aangehaald omdat ze niet hebben plaatsgevonden. Ja, je hebt dingen die plaatsvinden, dat is dat nieuws, hè? Maar je hebt ook dingen die niet plaatsvinden. En dat is ook nieuws, dat iets dat had moeten plaatsvinden, niet heeft plaatsgevonden. En dat is een radioprogramma bij de Nederlandse lokale radio Salto. Door een
Surinaamse zendgematigde. Ja, ik maak geen reclame, maar ik maak alleen gewag van dat zou plaatsvinden. Waarbij er 3 Surinamers zouden worden gelauwerd. Ja, dat programma is niet doorgegaan door die storm. De organisatoren die adviseerden de genodigden om dan maar niet te komen, omdat niemand kon weten dat code rood zou worden afgegeven door het KRME. En dat betekent als je je op straat begeeft, dan roep je allerlei gevaren op je af. En dus die lauweringsuitzending, dat zijn mega-uitzendingen met heel veel aandacht voor prestigieuze Surinamers. Ja, en ik wil er even nog dit van zeggen. Behalve de initiatiefneemster is ook te noemen de bemoeibrigade van Anita Plauwel. En de mevrouw Bustamente is dus de organisator van het radioprogramma. En ik maak het bekend omdat de aandacht natuurlijk gaat naar wat de mededeling is eigenlijk van deze omroep in zaken Surinaamse aangelegenheden. En ze hebben die uitzending verplaatst naar augustus. In de maand augustus krijgt u nadere uitleg hierover. En dan kan ik misschien in overleg met de programmamakers gewag maken van de items die besproken zullen worden. Maar tot zover de mededeling dat door die storm Poli in Nederland en met name in Amsterdam in de vroege ochtend van die datum heeft er een storm gewoed in Nederland en die is lekker gaan liggen, zo zeggen we dat, hè. De storm gaat liggen dus die wordt de uitgestelde lauwer uitzending van een lokale omroep wat Surinamers aanging is verplaatst naar augustus. En ik heb altijd de neiging, en dat doe ik nou weer, om stil te staan bij bepaalde terminologieën. Want dat woord lauweren is onder de Surinamers niet gebruikelijk. En er bestaan een beetje wat misverstanden over. Dus ga ik stilstaan bij lauweren, omdat het ook van toepassing is op de actualiteit van het nieuws in Suriname. De term lauweren, u herkent het van het woord laurierblad. U weet toch, in de Surinaamse keuken, met name de Creoolse keuken en de Javaanse keuken, maken veel gebruik van laurierblad en piment. En ik ga het nu hebben over laurier. De boom laurier is in de Griekse traditie, ja, heeft dus de term lauweren, afkomstig dus van van het laurierblad, van de laurierboom. En lauweren komt uit de Griekse geschiedenis, uit de Griekse traditie. En het was een gewoonte van die Grieken in de oudheid om sportevenementen waar er een winnaar in optrad, dus een winnaar van een sportevenement. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Die zijn ook sportelementen uit diezelfde geschiedenis. Wanneer zo een winnaar van een sportevenement geëerd moet worden, dan wilde men zo een persoon vanwege zijn prestaties. Dus laat mij dat goed benadrukken. Het gaat om, in de eerste plaats moet je iets presteren en iets kunnen. Dan heeft men vanuit de Griekse traditie overgenomen dat men zo'n persoon een roem, een zekere roem, zo noemen dat de eeuwige roem, gunt. Ja, zo'n gunfactor van deze man of deze vrouw moeten we toch even in het zonnetje zetten. En dan geeft men die persoon een lauwerkrans. U kent die woorden ook, dan word je gelauwerd. En dan krijg je een lauwerkrans. Dus nogmaals, ik herleid het. Ik doe nou een etymologisch, noem men dat, een etymologische uitleg. Hoe zo'n woord ontstaat.
dat je iemand een beetje in het zonnetje zet, dan lauwer je de persoon. En dat komt van die laurierboom, die ook laurierbladen heeft geleverd voor onze lekkere Surinaamse keuken. En ja, maar dus in de oudheid al gebruikte men laurier voor allerlei doeleinden, onder andere ook in de keuken. Maar ik heb nu een andere toepassing van laurier. Dat, wat deden die Grieken? Ze maakten een laurierkrans van die bladeren van laurier. En dan zetten ze het als een kroon op iemands hoofd. U kunt het zien bij die oude plaatjes nog van Grieken en Romeinen. Ziet u zo een laurierkrans. En men dacht dat als men die krans aan iemand gaf, dat hij dan extra beschermd werd door de goden. Hè? Want voordat die goden in zijn hersenen invloed zouden kunnen hebben, moesten ze die lauriergeur passeren. Ja, en dan werd die persoon beschermd tegen kwade bedoelingen. En zo'n winnaar in de sport, die dus geroemd werd, dus die gelauwerd werd, die kreeg een lauwerkrans en een palmtak. Dus de palmtak is ook een symbool van het willen eren en het willen vereren van persoonlijkheden. In de geschiedenis is dus die palmtak, heeft die ook die betekenis gekregen. En met name de Romeinen hebben het overgenomen in het gebruik dus van die rituelen en die lauwerkransen traditie is door die Romeinen overgenomen. En men heeft bij die Romeinen er een andere wending aangegeven. Daar beloonde men mensen die iets gepresteerd hadden, ook met zo'n palmtak. Hè? En je ziet dus bij bepaalde universiteiten nog steeds dat wanneer men eretitels geeft aan wetenschappers vanwege de geleverde prestaties, dan krijgt men ook zo'n palmtak symbolisch. Ja, dus, maar de term lauweren heeft ook een negatieve bijklank, namelijk, negatief geïnterpreteerd heb je een Nederlandse uitdrukking, op je lauweren gaan rusten. Dus dat betekent je go playlist man, je kan achterover gaan leunen. Dus het wordt ook negatief gebruikt van dat mensen die niks gedaan hebben, maar denken op hun lauweren te rusten, dus gewoon lui gaan liggen, niks, dat ze ook betekenis willen hebben. Dus het is dus een negatieve benadering. Je kan het vergelijken met het woord arrogantie, dat je arrogant bent. Dus ino do noti, maar ik ben serie dat jij bent de zoon van, of de dochter van, dan ga je achteroverleunen, op je lauweren rusten, en dan ga je andere mensen commanderen en op anderen neerzien. Maar goed, dat is dus eventjes de etymologie, dat is de woordafleidkunst, dus de geschiedenis van hoe een woord ontstaan is. Dan heeft u dat ook over het lauweren van personen, want wij Surinamers houden ervan om mensen te lauweren zonder dat te koppelen aan de prestaties die iemand heeft geleverd. Wanneer iemand eer toe wil kennen, dat is een hele legitieme bezigheid, maar je moet het koppelen aan prestaties. Wat heeft die persoon gepresteerd en waarin onderscheidt die persoon zich van de anderen? Dat is, staat centraal bij lauweren. Ja? En ik heb het al gehad over die laurierboom, uit het Latijns, laurea, dus, want oh ja, die laurierboom werd genoemd, dus het woord laurea komt uit het Latijns, en is via het Latijns, en dus het komt van die laurierboom in het Latijns, en het is via het Latijns beland in het Nederlands, via de Romeinse geschiedenis ook. En die Romeinen, nogmaals, dat is samenvattend, zeg ik dat, die hebben dat meer voor academici gebruikt. En ook voor in de militaire sfeer hebben die Romeinen ook mensen gelauwerd en op voetstukken geplaatst. Dat zegt de etymologie, ja, van dat woord. Maar goed, dan heb ik, als ik iemand zoiets uitleg, dan wil ik dat ook toepassen op de Nederlandse geschiedenis SEC.
hè, de Nederlandse geschiedenis. En er is een spreekwoord dat eigenlijk denigrerend is, maar wat alles te maken heeft met het Nederlands kolonialisme, waar Suriname ook onder te lijden heeft gehad. En laat me dat, die term ook eventjes mee behandelen, samen met loweren, op je loweren rusten. Het loweren van personen, het eren, het bejubelen van landgenoten of personen in een bepaald land. Zo is ook in het Nederlands een uitdrukking ontstaan die helemaal niet op loweren lijkt, maar het heeft er alles, het houdt verband ermee. En dat is Oost-Indisch doof zijn. Ik heb het een aantal keren behandeld. Het Nederlands heeft een aantal zeer denigrerende uitdrukkingen. Zoals iets doen met de Franse slag. Mijn moeder die zei altijd vroeger van, dat je krijgt straf als je iets met de Franse slag doet. Als je vraagt om het huis te vegen. En je veegt het in grote vegen. En je laat open stukken vuil laat je achter. Dan heb je dat gedaan met de Franse slag. Zo kan je ook met de Franse slag kleren wassen. En het niet goed doen. Dus dingen die niet goed gedaan worden, worden gedaan met de Franse slag. Ja, dat is negatief. Want waarom is een Fransman minder dan een Nederlander? En wanneer je zegt iemand is Oost-Indisch doof, betekent hij pleitdoofman. Hij heeft wel degelijk gehoord, maar hij doet alsof hij het niet gehoord heeft. Nou, en dus, maar de etymologie van deze term, van Oost-Indisch doof zijn, dus in het Seraton zegt men je jimdofsee. Dus en dat gaat weer terug naar Afrikaanse gewoonte van een bakroe die een houten kant had en een menselijke kant. En die Creolen hebben dan toen bedacht, als je iets zegt en die ander doet alsof je het niet heeft gehoord, dan heeft hij die bakroe kant van hout naar je toegekeerd, waar het oor niet werkt. Ja, dus laat hij die menselijke kant weer naar je keren, dat hij hoort wat je hebt gezegd. En Indonesië heeft het woord Oost-Indisch doof zijn ook zo'n soort betekenis, maar daar zie je dus dan meer die klasse aanduiding, het neerkijken op mensen. Het is namelijk zo, dat wanneer het te heet was, zoals het nu warm is in Nederland, ja, en je wil plotseling een dag, heb je geen zin om iets te doen. Maar de maatschappelijke realiteit verplicht je om in beweging te komen. Anders krijg je straf of je krijgt geen loon. Dus dat die de Indonesiërs, dus het komt uit die Indonesische koloniale periode van Nederland. Dan gingen die Indonesiërs niet aan het werk. Of ze wilden dus niet werken. En kwamen met een smoesje. En dat niet waar was natuurlijk, maar het doel moest zijn dat ze thuis konden blijven. Ze bleven weg van het werk. En dat is de ene uitleg. Dus dat die Indonesiërs zeiden tegen die Nederlandse bazen dat het te warm was om te werken. Ja, en verzonnen allerlei dingen. En dat doe je tijdens het werk. Dus wanneer die warmte je heeft overvallen en je dus eigenlijk niet wil werken meer, dat doe je alsof je de baas niet hebt gehoord. Zo is die term Oost-Indisch doofheid ontstaan. En het heeft ook een tweede betekenis. Ik baan er drie, dan stop ik hiermee. De tweede betekenis is dat Indische vorsten, dus die koningen, dus ja, voordat de Nederlanders kwamen in India, in Indonesië, had je allerlei klassificaties van belangrijkheid. En die vorsten, die Indische vorsten, die stonden aan het hoofd van de hiërarchie van die bevolking. Maar toen die Nederlandse witman kolonist kwam, heeft hij dus die hele hiërarchie van die Indonesiërs genegeerd. En die Indische vorsten, het waren koningen en allerlei soorten prinsen, die waren dus boos op die Nederlanders. En die hadden een hekel aan de arrogantie van de witte Nederlander in Indonesië. En wanneer die witte Nederlander iets gebood, of iets van die vorst verlangde, dan deed die vorst alsof hij het niet gehoord had. Die man negeerde het Nederlandse gezag gewoon, weet je. En dan werd zo'n soort voorval dan ook gekarakteriseerd
door te spreken van dat ze, ze Indisch doof waren. Dus dan keek men neer op ze en zei, ja, die man wil gewoon iets niet doen, maar hij doet alsof. Dan ben je Oost-Indisch doof. En de derde betekenis, voordat ik overga naar andere nieuwsfeiten, was dat, en dat heeft weer betrekking ook op de Surinamers, hè, dat de Nederlanders die naar Indonesië waren gegaan in verband met het kolonialisme en terugkeerden naar Nederland, die werden door de Nederlanders die gebleven waren in Nederland, dat noemt men de achterblijvers, die werden beschouwd als mensen die het gemaakt hadden. Ze hadden een vette portemonnee, ze hadden een mooie vrouw meegenomen uit Indonesië, of ze hadden daar kinderen verwekt, alleen maar positief. Ze kwamen met veel rijkdommen, Indonesische attributen, ja, kwamen ze naar Nederland. En dan was die familie, die arme familie die was achtergebleven, die wilde wat van die rijkdommen hebben. En die deden heel aardig voor die terugkeerders. Men heeft tegenwoordig een heleboel namen voor deze mensen, gerepatrieerden, geremigreerden, expats en alleen geweldige termen worden uitgevonden. Maar het komt erop neer, die men, de man en vrouw die terugkwam van het buitenland naar die daar een exercitie was gaan doen in een of andere activiteit. En hij was klaar met zijn job en hij kwam terug naar zijn land, naar zijn moederland Nederland. Dan bedachten die remigranten, die mensen die dus teruggekeerd waren, die vertrouwden die Nederlanders niet. Want iedereen deed aardig tegen ze, maar nu wilden ze weten, doen die mensen aardig omdat ze me aardig vinden? Of doen ze aardig omdat ze vinden dat ik dat geld heb? Dat ik iets te verdienen heb? En dan speelden ze Oost-Indisch doof. Dus ze kwamen uit Indië. En ze, wanneer de familie iets aan ze vroeg, deden ze alsof ze het niet gehoord hadden. Ze speelden Oost-Indisch doof. En ik denk dat vele Surinaamse Surinamers in Nederland, en ook ik praat over meer dan 350.000 mensen officieel, als ze met vakantie naar Suriname gaan, moeten ze ook doen alsof ze Oost-Indisch doof zijn, want ze worden geplukt van alle kanten in Suriname. Daarin is men alleen geïnteresseerd. Men is geïnteresseerd in jouw euro's die je meeneemt. En dan raad ik ze aan om ook een beetje Oost-Indisch doof te spelen. want wij mogen alles financieren in Suriname. Die familie van ons, die vraagt ons van alle. En ik ben blij dat we ze belonen. Surinamers in Nederland hebben voor een groot deel bijgedragen en dragen nog steeds bij aan de Surinaamse economie. Ja, wij financieren de Surinamers. Wij verstrekken noodhulp. Vanaf wij dat geld ophoesten om naar Suriname te sturen, als particulier geld, is Nederland gestopt met het verstrekken van ontwikkelingshulp aan Suriname. De ontwikkelingshulp is officieel uit de Nederlandse politieke, buitenlandspolitieke activiteiten geschrapt. En natuurlijk heeft men er wel over gediscussieerd. En gaan er bepaalde fondsen gaan door in andere landen, et cetera. Maar er is een grote streep gehaald door ontwikkelingssamenwerking. En wat is het nieuws wat ik nu, die overgang die ik nu maak, door dit aan u te hebben uitgelegd. Wat is nu aan de hand in Nederland? En dat is het grote nieuws van vandaag. Het is zelden dat ons radioprogramma heet van de naald dit nieuws kan brengen. Het kabinet Rutte 4 is gevallen vanavond, vrijdagavond, ja, is het kabinet, de Nederlandse regering, is officieel gevallen. Kabinet Rutte 4 heeft zijn ontslag ingediend. En tot dat kabinet, tot die regering, behoorden de volgende politieke partijen: de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Ja, en ze hebben gewacht op de terugkeer van koning Willem-Alexander van vakantie, van zijn vakantieadres. De koning is naar een geheim vakantieadres vertrokken, nadat zijn laatste politieke daad was
de aanwezigheid op de Kitty Kutty viering in Amsterdam. Ja, in het Oosterpark. Ik was daar ook aanwezig. Niet als genodigde hoor. Ik was gewoon een eenvoudige man tussen die grote groep Surinaamse Nederlanders met Surinaamse referenties. Ja, die in grote getalen aanwezig waren daar. En die man is nadat hij zijn ting kon draaien. Reden voor, ik moet altijd lachen om de manier waarop die man dat heeft uitgesproken, maar hij heeft het goed gedaan. En hij was echt tink on draai tegen de Surinamers en hij bood zijn verontschuldigingen af aan. En hij vertrok daarna spoorslags naar zijn vakantieadres met zijn gezin. En die arme man, arme tussen aanhalingstekens, die is teruggeroepen van zijn vakantieadres omdat er problemen waren in de Nederlandse politiek. Je zou bijna zeggen, ik ben niet bijgelovig hoor, maar misschien zijn de goden geschrokken toen ze met emancipatieviering 1 juli die Surinamers zagen dansen en feest maken van plezier dat koning Willem-Alexander zijn verontschuldigingen en had aangeboden en vergiffenis had gevraagd. Want direct is het weer, het politieke weer in Nederland werd storm, bliksem en allerlei weerstoestanden die in het weer gelden, golden ook voor de Nederlandse politiek. En dat leidde dat die val van het kabinet Rutte 4 is ingezet op woensdag. Ja, en op donderdag is eigenlijk dat kabinet het besluit genomen om niet verder te gaan. Men heeft daar direct gevolg aan gegeven door dan op vrijdag, dus een paar uren terug, vandaar dat ik een beetje opgewonden ben over dat wij wij hebben de primeur om uren na de gebeurtenis die Nederland nog gaat bezighouden in de toekomst, is het kabinet Rutte 4 is gevallen. Ja, de regering no demoro, Rutte 4. Maar nu komen de officiële plichtplegingen. Dus de man heeft dus op vrijdag, ja, nou wat dat ik goed zeggen, op vrijdag 7 juli heeft Rutte, de leider van het kabinet, Rutte 4, de premier van Nederland, officieel zijn ontslag ingediend bij koning Willem-Alexander. Dat is het nieuws. En in Nederland werd er, want die Nederlanders zijn, de Nederlandse politiek is een gerijpte parlementaire democratie met een monarchale kant, op monarchale basis. Dat is die 1-2 die de politiek speelt met het koninklijk huis, met de monarchie. Die hebben een ceremoniële functie, maar ze werken toch samen. En dus die hebben verklaard dan dat op het moment dat die premier zijn ontslag indient, dus zijn kabinet laat vallen en dat kenbaar maakt aan de koning, daar is die 1-2 die ze spelen, dan moet de koning nog bevestigen dat hij ermee eens is. Dus officieel is het aangeboden. En nu komen de politieke discussies in Nederland van, is het wel nodig? Gaat het echt door? En wat zijn de consequenties met betrekking tot nieuwe verkiezingen? Dus Nederland is in een stroomversnelling beland. Dat is die uitleg die ik u eraan geef. Ik heb het een beetje uitgelegd. En zo, ik heb een paar politieke commentaren voor u gelezen. En het komt erop neer dat in Nederland verwacht men op zijn vroegst half november vervroegde verkiezingen. Dus worden er verkiezingen, want je kan als land niet zonder bestuur blijven. Dus men maakt er hier haast mee. In Suriname niet, hè. Als men eenmaal op die stoel zit in Suriname, dan maakt men geen enkele haast met verkiezingen. Maar in Nederland volgt men de wet en men volgt het gebruik, het historische gebruik, wat in de hele historie is opgebouwd door de bevolking. En uit respect voor die bevolking houdt men zich eraan dat het land niet onbestuurd mag blijven. Dus wordt er heel serieus gekeken
naar democratische verkiezingen. En dus die discussie is al begonnen. En we zijn nu nauwelijks uren is die dimissionaire regering een feit. En dimissionair betekent dat jij als regering, als politiek leider van het land, geen nieuwe besluiten mag nemen. Ik ben aan jou. Je politiek betekent je niks meer, maar je moet het land niet in problemen brengen, want je bent met lopende zaken nog bezig. Dus zegt de wet, je mag nog lopende zaken afwikkelen, maar je mag geen nieuwe dingen meer doen. En hiertegen heeft Bouterse van de NDP, want ik haal u deze dingen aan, dat u die geschiedenis goed kent en u zich niet meer laat bedriegen door de Surinaamse politici. Hier heeft Bouterse met name, en hij is er mee begonnen om het als politiek instrument te gebruiken, maar het gebeurde de hele geschiedenis al in Suriname, dat men stiekem nog, nadat men demissionair is, nog een aantal dingen doet. En bij Bouterse is het uitgelopen, uit de hand gelopen. Dan zetten ze een paar krakkers voor die volgende regering, dat die direct struikelt, of dat die direct in een strik stapt. En dat is een gemene manier van politiek voeren. Het is boefachtig. Het is bedriegelijk. Ja, en daarom haal ik het aan. En nogmaals, ik ben niet met personen bezig, want zodra ik de NDP kritiseer, word ik van voren, krijg ik de wind van voren, van bepaalde fanatieke NDP-aanhangers, die vinden dat ik hun partij en hun leider met rust moet laten. Ik mag wel schelden op Santoki, ik mag schelden op Brunswick, maar zodra ik gewoon met feiten de NDP-politiek en hun leider analyseer, dan wordt men boos op meneer Van Ullier. Maar goed, het zij zo, maar ik analyseer dit voor u, dan begrijpt u waar alle verneem vandaan komt. Maar goed, dus ik wijs erop dat je in je dimissionaire periode, wanneer een regering dimissionair is, zoals nu de Nederlandse regering, dat je geen nieuwe dingen mag doen, mensen in dienst mag nemen, nog snel 100 of 1000 ambtenaren werk geven, liefst diep NDP zijn, zoals het in die TP is gebeurd, maar in Nederland kan dat niet. Dus men is nu al bezig te denken over vervroegde verkiezingen. Nadat het kabinet gevallen is natuurlijk. En ik heb het zitten tellen. Nederland heeft dus nodig, als ik de politici hier analyseer en kijk wat mogelijk is in een georganiseerde democratie, dan is Nederland in staat binnen 3 à 4 maanden, ze nemen 3 à 4 maanden voor het organiseren van nieuwe verkiezingen. 3 à 4 maanden. Dus dat wil zeggen, en dan ga ik, weet u waarom ik dit zo behandel vanuit deze invalshoek? Dat u duidelijk kunt zien waar Suriname uit het spoor loopt, hè? Waar ze ontsporen in Suriname. Namelijk, ieder land, elke regering, kan elk moment afgezet worden. Laat mensen u niet voor de gek houden. Vroeger was het, ja, iedereen kwam zakken, NDP, maar wie gaat Suriname na regeren? Ja, we hebben nu gezien dat er een of andere niet waardige regering die met niet goed opgeleide mensen en weinig kader er een puinhoop van maakt in Suriname. Ik ben niet persoonlijk bezig. Dus ik behandel die mensen persoonlijke trekken niet. Maar ik heb het puur over de kwaliteit die nu aan de macht is onvoldoende. Tijdens de regering Bouterse was er meer kwaliteit in die regering. Maar dat kan je niet toeschrijven aan één persoon. Dat wil ik even aangeven. Net zoals wat er mis is gegaan in Suriname, namelijk dat men is gaan stelen en bedriegen, dat kan je niet aan één persoon verwijten. Je kan niet één persoon verwijten. En dat is wel gebeurd bijvoorbeeld met meneer Van Trikt. Ja, meneer Van Trikt, die is die bankdirecteur die gevangen genomen is, ja, ten onrechte, die heeft mij laten boeten voor dingen waarin hij is beland door de politiek in Suriname. Is deze man beland tussen de vuren en heeft hij een tik van de molen gekregen, onterecht natuurlijk. Maar we moeten niet de fout maken dat we nu weer door de kwestie van Trikt te lang erop ons
weten weer die hele politiek rommelig gaat laten maken. Maar het is wel een constatering. En ik constateer dat dus het functioneren van die regering onder de leiding van de NDP op een hoger niveau was dan wat wij nu zien. Maar de leiding van dat proces begon steeds waardelozer te worden. En men heeft het verknoeid en daarom heeft de bevolking de NDP afgewezen. Het heeft niets met slim en dom stemmers te maken. Want Bouterse, die natuurlijk zeer teleurgesteld was dat die bevolking hem heeft afgewezen, die is ervan gaan maken dat omdat hij zag dat de regering onder leiding van Chandria Prasad Satoki en die clown, ik ben nou wel persoonlijk, want dat ga ik ook behandelen in het nieuws. Er is persoonlijk nieuws over die clown te vermelden. Dus het komt erop neer dat de wijze waarop de regering onder leiding van de VHP en met de ABOP, de tweede grote partij in Suriname, en de NPS erbij natuurlijk ook, en de PL, voor mensen die de Surinaamse politiek volgen, een uitgemaakte zaak. Maar ik ga niet alles uitleggen, ik geef even in grote lijnen aan dat die regering, die huidige regering dus, bestaande uit die vier belangrijke partijen, die hebben er niets van gebakken. En ze zijn alle vier, ja, de VHP, de ABOP, de NPS en de Partij Alour, de PL zeggen we in Suriname, die hebben er een puinhoop van gemaakt. En het land Suriname staat er daarom zeer, 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 zeer slecht voor. Het enige wat gebeurt en wat je kunt registreren als misschien een beetje een lichtpuntje, is dat hier en daar er supranationale lichamen die met elkaar samenwerken. Want nogmaals, wanneer je hoort dat Suriname bij het IMF zit, dan zit Nederland daar ook bij. Dan heeft Nederland daar alles mee te maken. Dus alleen in dat opzicht hebben supranationale lichamen zoals de Wereldbank, IDB, de International Development Bank, het IMF, dat ik zo net aangaf, die Federal Reserve en die Amerikaanse Centrale Bank en allerlei andere instanties die genoemd worden, die zich hebben ingelaten met kredietverschaffing aan Suriname, die hebben allemaal onderling adviezen bij elkaar ingewonnen en Suriname het voordeel van de twijfel gegeven, omdat ze die bevolking hebben willen belonen dat zij de afstand hebben gedaan van een dictatoriale regering onder leiding van meneer Bouterse, ja, die het in de beginfase, en dan heb ik het ook vanaf 1980, dat deze meneer een rol speelt in de Surinaamse politiek, is het heel goed gegaan. Ik ben objectief. In die fase heb ik ook die militairen in Suriname die wederrechtelijk de leiding hadden genomen, hebben we toch het voordeel van de twijfel gegund, omdat ze oprecht bezig waren. Men was echt bezig het goede te doen voor de bevolking. Daar geloof ik heilig in. Maar wat is gebeurd als je geen goed leiderschap hebt? Dan wordt elk goed ding op termijn iets een kwaad ding. En dat is in Suriname gebeurd. En daar moeten we... Het heeft niks te maken met slim en dom stemmen. Dat die verwarring wordt door politici veroorzaakt. En die gaan dan ook racisme bedrijven. Zoals de VHP doet. Die is onmiddellijk... Die belooft een beroemde jari. Maar op het moment dat ze aan het macht zijn, maken ze er een etnische, racistische kwestie van. Meneer Brunswijk, die maakt er een clowneske show van, daarom noem ik OM clown. Want laat me dat nieuws direct brengen. Het is mijn stijl om het nieuws in Suriname te behandelen. Want dan ziet u ook het karikaturale van wat er zich in Suriname afspeelt. Namelijk, het nieuws is dat Brunswijk zichzelf heeft laten bekronen tot koning van Suriname. En toen hij hoorde dat er zoveel kritiek was, iedereen is geschrokken van, is het een grap? Of is het werkelijkheid? En het is werkelijk zo dat die macht
die men hem, zonder dat hij dat verdiend heeft, heeft toebedeeld, heeft aangemeten, ja, is hem naar zijn hoofd gestegen, en de laatste frats die hij nu aan het uithalen is, en wat straks ook wereldnieuws zal worden, omdat zo'n stupiditeit nergens ter wereld plaatsvindt. En hij heeft zich als vicepresident, zijn excellentie, dus toen hij hoorde, hij is zijn excellentie, ja, maar toen hij kritiek kreeg, heeft hij die mensen gezegd, luister, ik hou alleen maar koteren, ik hou die staart van die koe vast, en ik kan niet anders dan gaan waar die koe gaat. Die koe trekt me naar alle richtingen. Dus je moet mij niet criticeren, zegt Brunswijk. Je moet die koe. En onder die koe verstaat hij die VAP. Maar ja, het is ook een heel verkeerd voorbeeld. Want zoals u weet, zijn die Hindoes, die eten geen koeienvlees. Maar goed, iemand in de hersenen van zijn excellentie, die is begonnen te zeggen dat hij koteren vasthoudt. Alsof hij iets geweldigs vertelde. Maar nu heeft hij die bijnaam gehouden, Suriname. De man die koteren vasthoudt. Maar die excellentie genoemd wil worden. En die met, omdat hij in de goudsector zit. Hij zit als politicus. Doet hij geen moer. Laat me dat even een beetje oneerbiedig zo zeggen. Dat begrijpt iedereen maar. Maar hij zit dus in die goudsector. En daar verdient hij een. En ook met andere dingen. Want hij is. Zijn naam wordt regelmatig genoemd. In verband met drugsactiviteiten. Maar. Laat men dat niet te nadrukkelijk zeggen, omdat onderzoek dat moet uitwijzen natuurlijk. Maar hij is al veroordeeld voor dit soort bemoeienissen met de drugswereld, dus ik kan het gewoon zeggen. Ik zeg niet iets dat niet waar is. Iedereen weet dat ook in Suriname. En hij heeft ook een secondant, dat is meneer Bordeaux, van wie je af en toe niks hoort. Maar wanneer hij iets hoort, is het ook iets clownesk. Ik noem ze clowns. De Surinaamse clowns in de politiek. Die vervuilen die politiek. En ik moet u zeggen, de VAP heeft gelijk. De VAP heeft last van deze clown. Want hij wil die aandacht naar zich toe te trekken, terwijl er niks gebeurt. U moet maar zien het verschil tussen die Kerry en Mungo. Ja, Mungo ligt dus in het oosten, voor de mensen die het niet weten, in het district Marowijne. En dan moet u het verschil zien. Er is geen enkele ontwikkeling in het oosten. En voor zover er ontwikkeling is, is het een nabootsing van wat in het westen gebeurt. Om een beetje balans te houden, nou ja, als westen zegt ja, dan moet het oosten ook ja zeggen. Als Zantoki in het westen zegt dat hij een brug gaat bouwen naar Guyana, dan moet het oosten ook zeggen, we gaan een brug naar Frans-Guyana aanleggen. Maar niemand motiveert het. Het wordt niet inhoudelijk kwalitatief besproken. Men praat elkaar de hele tijd na. En dan krijg je dus een cacophonie waarbij je bent voor of je bent tegen die brug. Je bent voor of je bent tegen al die verzinsels die men te berde brengt. Ja, waarmee men die bevolking de hele tijd bezighoudt. Maar laat me even, voordat ik tot slot, want ik ga een beetje naar het einde zie ik. Voordat ik Suriname tot slot afhandel, wil ik even die kwestie van Nederland afsluiten, door erop te wijzen dus, dat het Nederlands kabinet is gevallen, dat er nu onder de politici een discussie is gestart over de vervroegde verkiezingen, en dat uit die analyses, ik heb opgemaakt dat men in algemene zin in Nederland zegt dat 3 à 4 maanden, die heeft men toch wel nodig om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. En dat betekent dat pas half november, of tenminste in de maand november, op zijn vroegst nieuwe verkiezingen kunnen komen in Nederland. Dat hebben de Nederlandse parameters mee, als het ware, doen constateren. En dan wil ik nog dit zeggen, sprekende over demissionaire regeringen, regeringen die officieel zijn gestopt, maar nog lopende zaken moeten afwikkelen, maar geen nieuwe besluiten mogen nemen. En dat geldt dus ook voor de regering van Mark Rutte nu. Die is betrokken omdat Nederland meedoet met die oorlog in Oekraïne. Dus die Nederland die moet steun verlenen aan Oekraïne.
En in verband daarmee is er een NAVO-top georganiseerd, waar Nederland aanwezig zou zijn en dus zal blijven. En dat komt omdat meneer Mark Rutte nu de demissionair is, kan hij daar geen nieuw besluit nemen voor Nederland, maar kan hij wel de NAVO-top bijwonen. En hij heeft verklaard, en de Nederlandse nieuwsbronnen verklaren dat ook, dat Rutte wel naar de NAVO-top gaat als premier van Nederland, maar dan in een demissionaire rol. Dit was het tot dusver over de crisis, de politieke crisis in Nederland, de val van het kabinet Rutte nummer 4, de vierde regeertermijn van meneer Rutte, is ten einde gekomen. En ik eindig over dit onderwerp met een paar speculaties nu in de Nederlandse media over de nieuwe president en de naam Caroline van der Plas, de leidster, de baas van de BBB, partij die de afgelopen provinciale statenverkiezingen heeft gewonnen, die wordt getipt als de mogelijke premier van Nederland in het einde in het najaar. Dus vanaf november kunnen er nieuwe verkiezingen worden verwacht in Nederland. En de gedoodverfde presidentskandidaat is Caroline van der Plas. En volgens de berichten van het ANP heeft men er gevraagd van hoe zij daarop reageert, het premierschap van Nederland. Zegt zij, het is niet mijn eerste, hoor een mooi diplomatiek antwoord, het is niet mijn eerste ambitie. Nou vertaal ik het voor u, dus het is wel haar ambitie. Dus we mogen verwachten dat Caroline van der Plas niets tegen zal hebben als men haar naar voren schuift als de nieuwe premier van Nederland. En laten we hopen dat het allemaal democratisch plaatsvindt. Ik bemoei me niet met die Nederlandse binnenlandse politiek. Want die boerenpartij van haar, de BBB van Caroline van der Plas, die is weliswaar groot geworden. Maar dat komt omdat de rechtervleugel van de Nederlandse politiek heeft zitten knoeien. Net zoals in die tijd van de NDP, dus voor 2020... heeft de NDP zitten knoeien met de politieke macht en is daardoor beland in een circuit van diefstal, fraude en allerlei betrokkenheid bij criminele activiteiten, waaronder ook bankaire criminele activiteiten. En dus nu, wat ik zie, om die overgang naar Suriname te maken, is dat die NDP moeite doet om weer een rol te gaan spelen in die Surinaamse politiek en garen te spinnen bij een eventuele val van de regering Santokki. En ik, dus terwijl ik afscheid neem van het nieuws over de Nederlandse politiek, ga ik direct naar die Surinaamse politiek door te stellen dat Suriname precies in de schaduw hangt van de Nederlandse politiek. Je ziet dat Suriname ook rechts, de rechterzijde van de politiek aan het wankelen is. Het is meestal zo dat in de politiek alle krachten een rol spelen, maar wanneer rechts zit te klungelen met de macht, dan implodeert die politiek. Net zoals die wetenschappers en miljonairs die een duikboot hebben gemaakt om naar de Titanic te gaan. Ja, die hebben zich regelrecht begeven in een gevarenzone en zijn evenals de Titanic ook geïmplodeerd. De Titanic is in tweeën gebroken. En die duikboot die een pleziertocht maakte naar het wrak, is geïmplodeerd, is dus van zichzelf in elkaar gedrukt. En dat is de naam, de uitdrukking imploderen, betekent dat je aan die interne krachten, de buitenwerking stellen van interne krachten die weerstand moeten bieden tegen krachten van buiten, als die te zwak worden door geklungel en door verkeerd beleid, dan implodeert de zaak. En je kan dat zeggen van die Nederlandse regering. Die is niet ten val gebracht door druk van buiten,
Maar die is door intern klungelen. En klungelen met bijvoorbeeld het besluit te nemen over de asielkwestie in Nederland. Dus het standpunt ten opzichte van de druk van de constante stroom asielzoekers in Nederland. Immigranten, die vluchtelingen, die Nederland langs alle kieren en gaten binnenkomen. Dat daar politiek beleid op gemaakt moest worden. En daar kon men geen consensus over vinden. Is de zaak in elkaar gestort. En ik ga dus nu naar Suriname, waar ik de resterende minuten van de uitzending het volgende kan zeggen. Nieuws is dus dat in Suriname een soortgelijk proces aan de hand is, dat de VAP-regering, behalve dat de bevolking zijn buik vol heeft met het racisme van een kleine club Hindoestaanse politici die van Suriname Little India aan het maken zijn. De Surinaamse bevolking heeft er genoeg van. En men heeft genoeg van de big talk, de arrogante pep talk en big talk van de VAP. Ja, dat ze een brug gaan bouwen naar Guyana. En niemand weet wat het nut voor Suriname is van zo'n brug. En nu is er een nieuwe fantast bijgekomen uit die kringen. En dat is de zogenaamde projectontwikkelaar Durga, die een diepzeehaven gaat aanleggen in Nikeri zonder overleg met de Surinaamse bevolking. Men praat niet over, het interesseert ze niet wat de Surinaamse instellingen, de Surinaamse parlementaire politiek, de Surinaamse bevolking van de verschillende districten ervan vinden. Maar men komt met de ene onrealistische droom, met het ene onrealistische droomproject na het andere komt men op de proppen. En nu is het weer dat de projectontwikkelaar Durga, die zegt dat er een geweldige haven, het is het grootste project ooit in Suriname, gaat miljoenen kosten natuurlijk, en dan willen ze dat de Surinaamse bevolking door de straat drukken, door te beklemtonen dat de haven van Rotterdam, omdat iedereen weet dat Rotterdam een grote haven is geworden hier in Nederland, en dat men dan direct als haantje de voorste op de deur heeft geklopt van de Rotterdamse bestuurders, en dat Rotterdam die Surinaamse diepzeehaven gaat ondersteunen, dus succes gegarandeerd. Dus je ziet, men is niet bezig met het ontwikkelen van het Surinaamse volk, het ontwikkelen van heel Suriname, het ontwikkelen van de Surinaamse mens, de kennis en de wetenschap in Suriname naar een hoger niveau te brengen, zelf de productie van ons voedsel ter hand te nemen. Daarmee is men niet bezig. We hebben een rijstsector, maar van tijd tot tijd moeten we rijst importeren. We hebben ook niet de opbrengsten uit die rijstsector in de hand. Sinds jaar en dag moet de regering de infrastructurele kosten betalen voor die rijstmiljonairs die de goedkope cargo rijst exporteren naar het buitenland en in het hele Caribisch gebied rijstpelmolens hebben staan in de Guyana en op de Antillen. Overal staan Surinaamse rijstpelmolens en de winsten worden gemaakt in het buitenland omdat men die uitvoerrechten, dus dat beetje belasting dat men betaalt op de uitgevoerde paddyreis, de cargo reis noemt men dat. Ja, de paddy, die is de goedkoopste, het is een goedkoopste halffabrikaat. Ja, dat gaat het land uit. Nadat de regering en de fondsen uit Europa, de Europese Unie, Nederlandse fondsen, die infrastructuur van die reisbouw in Suriname hebben gefinancierd. Ja, nadat men Wageningen, een Nederlands project, dat een beetje controle hield op de rijstproductie in Suriname, kapot heeft gemaakt. Ja, dus dat is allemaal misgegaan. En wat gaat goed? De verkoop van de Surinaamse rijst in het buitenland levert geld op. En langs allerlei sluikwegen komt die rijst de Nederlandse markt bezig binnen. De Nederlandse markt binnen met behulp van de Europese Unie en de Nederlandse autoriteiten die knijpen een oogje dicht en weet Surinaamse rijst de weg te vinden naar de Nederlandse supermarkten. Maar van die superwinsten die in die sector worden gemaakt, komt niets terug naar Suriname.
of bitter weinig. En dat weet men. Dat weet men in Nederland. En dat weet men in Suriname. En het wordt tijd dat we ook dit soort beerputten gaan openmaken. Om te kijken hoe de Nigeriaanse rijstboer, de arme rijstboer, jarenlang beduveld wordt en uitgebuit wordt als nieuwe slaven van Suriname. En dan wil ik even erop wijzen ook dat meneer Brunswijk, ik was bezig eigenlijk aan te geven, in het kort samengevat, hoe die VAP niet in staat is eigenlijk Suriname te ontwikkelen, maar wel met allerlei droomprojecten komt aanzetten die peperduur zijn en een hype is nu ook geworden in de Surinaamse politiek. Dat men meer dan 600 miljoen euro wil hebben voor die bouw van die brug naar Guyana. En om u aan te indruk te geven hoe groot dat bedrag is, dat die brug over de Suriname rivier, die veel, veel, vele malen groter is dan die brug die vanuit Nikeri naar Guyana gaat lopen, over Surinaamse bodem, nota bene, dus het is een Surinaamse brug, wat Suriname gewoon uit handen geeft, en daar nota bene nog voor gaat betalen, meer dan 600 miljoen, terwijl die brug met alle corruptie, want ook Boudersen, en laat me die dingen goed zeggen, het is in Nederland in een rechtsproces geboekstaafd, dat Boudersen en Weidenbos 35 miljoen minstens euro hebben achterover gedrukt bij de bouw van die Weidenbosbrug, die Weidenbos ongegeneerd naar zichzelf heeft genoemd. Die brug, die heeft minder dan 200 miljoen gekost. Ja, en dan zie je dat viermaal, je kan zeggen bijna viermaal, is iets meer dan 100 miljoen. Maal 4, dan kom je op die 600 miljoen en meer wat men nu berekent, voorrekent zogenaamd. Ja, dus dat zijn gewoon dievenpraktijken die nu plaatsvinden. En dat is een hype in Suriname nu. Dat allerlei mensen elkaar napraten om te gaan berekenen dat we met die brug worden belazerd. Dus, maar dat kan men toch op een afstand zien dat we op alle mogelijke manieren voor de gek worden gehouden. En dan maar u nog even dit zeggen. Dilip Sarju, die nou welen en zij zaliger poti, maar hij is ook een van die criminele medeplichtigen bij de corruptie die heeft plaats gehad bij de Bosbrug. En laat me een paar feitelijkheden zeggen, want ik ken die geschiedenis en ik weet dat men die geschiedenis helemaal verdonkere maand heeft voor de Surinaamse bevolking. Het is onder andere meneer Ali Bux, die goede contact had met Bram Peper. En in die tijd, Bram Peper heeft een korte romans gehad met Nelly Smit Kroes. Ja, dus dat was Nelly Kroes. Dus later, en die heeft een relatie gehad met Bram Peper. En Ali Bux die heeft in zijn studieperiode kennis gemaakt met Bram Peper. Die inmiddels ook is overleden. En Nelly Smit Kroes is nog een belangrijke speler in de Europese Unie. Zij is bezig met computer en met de digitalisering. En een aantal van die technologische hoogstandjes in de Europese Unie. Maar het is Ali Bux geweest van de PALU die het voorwerk heeft gedaan van de contactlegging met het bedrijf Balas Nedam. Ja, en het Balas Nedam, ik moet u zeggen, ik word er eventjes emotioneel van, omdat een neef van mij, en dat is Rolf de Jong, ingenieur, die heeft een grondverzetbedrijf gehad in Suriname, die keihard heeft moeten werken om die Weidenbosbrug te realiseren. Ik heb menig discussie met hem nog gehad, toen hij in leven was, over de afwegingen en de overwegingen om die brug te bouwen en de positie waar die brug moest komen. Dat is allemaal toen behandeld. En dan moet ik u zeggen, er waren twee stromingen in die tijd. Mensen die met die feitelijke brug bezig waren. En het heeft veel kennis opgeleverd aan Suriname. Onder andere voor het bedrijf van Rolf de Jong, die ik nu noem in dit verband. Maar ook een zijdelijks effect wat men vergeet,
dat een Surinamer, op wiens naam ik niet direct kan vallen, maar ik ga geen tijd verliezen daaraan, die daar in feite heeft geleerd om massaproductie te maken in de keuken. Men zocht voor de, bij het bouw van de brug, van de Weidenbosbrug, zocht men een kok die in staat was 1000 broodjes klaar te maken in de ochtenduren voor de arbeiders. En de enkele Surinaamse kok was daartoe in staat. En toen is in Suriname in feite een nieuw fenomeen van kracht geworden, dat je dus in de keuken culinaire kennis moest hebben om grote maaltijden, om maaltijden dus in grote hoeveelheden te kunnen produceren. En ik noem dit als de feitelijkheid die we kunnen onthouden, dat er maar één Chinees bedrijf in Suriname, Jimin, zo is het Jimin groot geworden door die orders die ze hebben gekregen. En die kunnen, is het enige Surinaamse restaurant dat als het moet 1000 porties kan maken voor je om ze morgen te leveren. Dus een stukje management is daaraan daarmee gebaard. En juist deze positieve dingen die verband houden met die Weidenbosbrug, die worden in Suriname niet verteld aan die bevolking. En men zit alleen maar te snoepen van smeergelden. En dat, daarom ben ik hier bij stilstaan, dat de NDP een scheve schaats heeft gereden bij het bouwen van die brug, naast de goede dingen, want die brug is een juweel van een brug geworden, dankzij het harde werk van Ballas Nedam. Er is geoefend met die brug op Curaçao, want net zo'n brug, precies als die Surinaamse brug, is in elkaar gestort op Curaçao. Ja, en men heeft geleerd van die kennis en heeft men een betere brug kunnen bouwen in Suriname. Maar die brug wordt kapot gemaakt door grote ondernemers die met grote houtblokken en grote partijen zand, alles wat een zwaar gewicht heeft, gebruik maakt van die brug zonder ervoor te betalen. En die brug, die zie je gewoon al bij een leeg gap gaan staan bij die brug. Dan zie je door gebrekkig onderhoud dat die brug aan zijn einde toe is. Het einde van die brug nader. En ik zie dat mijn tijd erop zit. Ik heb niet kunnen behandelen de nieuwe directeur van de Surinaamse Bank, meneer Arjan Molenkamp, die doet het niet meer. Dat was de oude directeur, is vertrokken. Dus ik zal het hebben over de nieuwe directie van de Surinaamse Bank de volgende keer. En over koning Brunswijk, koning Ronnie Brunswijk, die gekroond wil worden. Maar laat me eindigen met een uitzwaaier. Men noemt het de incompatibiliteit. En dat betekent de onverenigbaarheid van functies. De wetgeving in elk land heeft bepalingen dat je bepaalde functies niet samen kan doen. Je kan niet rechter zijn en advocaat tegelijkertijd. Ja, dus het heeft niks te maken met ingewikkeldheid en allerlei ingewikkelde benoemingen, want men verdedigt Ronnie door te zeggen dat het een erkenning is of een verering of wat. Nee, het is een incompatibiliteit. Je kunt niet zeggen dat je koning van iets bent en tegelijkertijd vice-president en tegelijkertijd wil je leider zijn van alle Creolen en alle Afrikanen en Surinamers. Is onkan. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht.